Ik ben bang. Bang om van 8000 meter hoogte uit een vliegtuigje te springen? Wat een watje zeg. Je moet helemaal niet bang zijn. Ja, heel makkelijk praten, maar wat als die parachute niet open gaat? Je hebt altijd een reserveparachute die je dan open kan trekken. De veiligheid bij valschermspringen is optimaal. Niet zeuren, gewoon lekker springen. Ja, maar wat als die reserveparachute ook niet open gaat? Dan val je te pletter op de grond. Ik vind dat niet grappig, Rico. We hebben in Nederland 85.000 parachutesprongen per jaar, maar één dodelijk ongeval per jaar. Fietsen is wat dat betreft een veel grotere risicosport. Oh, dan ga ik parachutespringen op de fiets. Maar wat als ik heel hard land en mijn beide benen breek? Je moet een paralandingval maken. Een ervaren parachutist kan zijn parachute zo afremmen dat hij gewoon zo af kan stappen. Nou, dus stoppen met bang zijn en gewoon lekker springen. Zo. We zijn er. Ja, maar ik ga dit niet doen hoor. Ik ga dit echt niet doen. Ah, joh, wordt hartstikke leuk. Ja, maar ik ga zo bang zijn dat ik vergeet om die parachute open te trekken. Er zit een automatische opener op je parachute. Er kan echt niks fout gaan. Oh, nou dan vind ik het saai. Ik spring wel zonder parachute. Igor, ben je gek geworden? Dan val je te pletter. Niet zeuren. Ach, respectloos. Een Amerikaanse skydiver is zonder parachute uit een vliegtuig gesprongen en veilig in een net op de grond geland. Maar dat risico ga ik met jou echt niet nemen. Nou, dan ga ik wel alleen. Oeh. Yo. Ja, maar ik kan helemaal niet vliegen. Tweet, 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 tweet.